Ready to go? I'm ready, Freddy. Zo, ik moet natuurlijk wel mijn koptelefoon vanaf doen. Is dit nou de eerste keer dat we de verwarming aan moeten? Of was het de vorige keer nou ook? Ja, dus stond die heel zacht. Nu staat die hard. Nu staat het echt toasty. Lekker zeg. Je kan hem zelf regelen. Oh, oké. Okay. Oh, nice. Jij hebt hem op, Max. Ik ben een warmkleun, dus... Nou, naar de wasstraat. Ja. Ik wil het eventjes een beetje omgooien. Ja. Ik heb een vraag voor je. Ja. Weet je wat user-generated content is? Ja. Dat is wat wij niet doen, namelijk dat je bijvoorbeeld reactiemogelijkheden geeft aan je bezoekers van je website. En de bezoekers reageren dan en dat is user-generated content, onder andere. Ja. Daar zijn gradaties in, dan kan je hele sites zoals YouTube, die bestaan alleen maar uit user-generated content. Zijn er de filmpjes of de reacties? Alles, de filmpjes? Ja, filmpjes ook. Zo, okay. User-generated, toch? Dat doet YouTube zelf niet. Ja. Dat doen de bezoekers van de site. Zo grappig. De eerste keer dat ik... vroeger heb ik die term vaker gehoord. Dat is een beetje een oude term. En tegenwoordig noemen ze het ook wel eens crowdsourcing. Dat is iets breder concept, geloof ik. Heeft ook meer te maken met dat je eigenlijk het werk uit handen neemt van een website-eigenaar. Nou ja, crowdsourcing, maar dat is toch ook een beetje feedback vragen, dat soort dingen valt daar ook onder, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Feedback vragen, zeker. Dus crowdsourcing doen we wel. Maar crowdsourcing is een soort van, oké, we hebben een product nodig wat onze website of onze content compleet maakt. En dat kunnen we niet zelf doen, want dat kost te veel werk. Dan moeten we een heleboel mensen in gaan huren en dat kost een heleboel geld. Dus we crowdsourcen het. We maken het zo aantrekkelijk dat jij dat als gebruiker ook wil. Ja. Dat je dat spontaan gratis gaat doen. Dus dat je niet eens geld daarvoor hoeft te hebben. Ja. Alright. Dus pas geleden hoorde ik dus user-generated content. Las ik in een boek van ongeveer 2 jaar oud. De meme is ongeveer ook 2 jaar oud, hè, die term. Ja. En toen viel me op dat het generated, dat woord generated, dat stuitte me echt tegen de borst. Ik denk van, waar hebben ze het over? Waarom noemen ze dat gegenereerd? Het is creatie, het is mooi, het is prachtig, weet je wel. Dit is waardevolle content. Maar ze noemen het echt generated alsof een stel robots de boel in elkaar lopen te klussen. En echt, maar dat is natuurlijk een marketingterm. Het perspectief is daar heel erg... Je laat het inderdaad... genereer geld, zoiets is het. Ja, ja, exact. Ja. Ja. Precies dat. Zo van, we hebben nog wat waarde nodig. Ja. Weet je wat, we zetten de waardegenerator aan. En dan wij als kleine drones gaan dan poem, 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 gaan met onze hamertjes gaan... Maar ja, hoe zou je het dan willen noemen? Nou, ik denk dat het... ik weet het niet. Ik denk niet dat we het anders moeten noemen, want... user-generated content, dat is ook echt wat het is. Die waarde heeft het, dat is de reden waarom het er is. Het is er niet voor jou en voor mij. User-made content dan. User-made content, dat zou heel fijn zijn voor bijvoorbeeld CNN. CNN die heeft dat, die hebben een soort van hele grote enthousiaste groep mensen die graag rapportjes maken van dingen die in hun stad gebeuren. Yeah. En daar wordt echt mooie content gemaakt, ook als doel om content waarde toe te voegen aan CNN. Ja. En daarvan denk ik van, nou, dat is hartstikke leuk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar YouTube. Ja. YouTube is voor een heleboel mensen een hele fijne manier om video's te delen. Waaronder onszelf ook. Wij delen ook de wasstraat, die staat op YouTube. Ook. Daar krijgen we een heleboel leuke SEO-liefde van. We krijgen het belangrijkste is, we vinden het belangrijk dat iedereen gewoon die video kan kijken op de manier dat ze het zelf willen. Dus we zetten die video daar ook op.
Maar dat wij daar video's neerzetten, dat is eigenlijk een leuke bijkomstigheid voor YouTube. Want YouTube verdient helemaal geen geld met de content. Die verdienen geld met de mensen die er naartoe gaan. Ja. Want die zien banners en die zien leuke advertenties van grote merken die ook leuke video's maken. Maar het enige wat zij YouTube echt nodig heeft, is massa. Een heleboel spul. Waar een hele lol, kattenfilmpjes. De Ketternet zag ik laatst in de presentatie. Ik weet niet meer van wie die presentatie was, maar die zei ze van... Nee, dat was een bedrijf. Die zetten we even in de links. Was een bedrijf die heeft een consultancybureau opgericht. Die gebruikte het woord Ketternet. Omdat het overgrote deel van de content op het internet, dat kattenfilmpjes zijn. Ja. Dat is het eigenlijk ook. Maar fijn. Maar mijn punt was eigenlijk, wij geven die content, die geven we gratis weg. Ja. Dus wij genereren dat. Hè, wij maken leuke kattenfilmpjes van met de laserpointer zijn we het katje, zijn we lekker aan het dwaas maken. En dat nemen we op met onze webcam of weet ik veel wat. Maar waarom zouden we dat niet gratis weggeven? Dat hebben we toch altijd gedaan. Vroeger organiseerden we dia-avondjes waarbij we vakantiefoto's gingen kijken met z'n allen. Ja. Nu hoeven we dat gelukkig niet meer. Nu zetten we gewoon al die lelijke foto's, zetten we gewoon allemaal op Flickr. Ja. En dan kan iedereen het lekker thuis bekijken en dan... Oké, zal ik een dimensie aan toevoegen aan die leuke dia-avond van je? Ja. Stel je voor dat er nou iemand zegt van, hey, weet je wat? Jij houdt die dia-avond, vind ik een fantastisch idee. Vind je het erg als ik bier ga verkopen op die dia-avond? Ja. En sigaretten? En dan zeg je van, nou prima, ja, mijn best. Ik heb zelf geen bier, hoef ik het niet te kopen. Ja. Maar dan kom je erachter dat hij best wel wat, flink wat centen. Want hij verkoopt blikjes bier voor €5. Maar als hij zegt van, kom bij mij in het café de dia-avond doen... Dan mag je van mij het bier verkopen natuurlijk. Ja, want dan biedt hij ook waarde. Hè? Dus dan zegt van, nou, we hebben een goede plek ervoor. En nou ja, hosting bijvoorbeeld. Ja. Video-hosting, weten wij zelf, is gewoon super lastig. Ja. Dus dat is juist heel fijn dat dat gebeurt. En dat daar dan wat tegenover staat. True. Maar ja, maar de vraag inderdaad van... Of we het gratis weg willen geven, dat is een hele interessante. Maar ook op een zeker moment, is het jouw content dan nog wel? Ja, dat is wel een... Ben jij eigenaar van die content? Dat is een hele goede vraag. En weet ik eigenlijk niet, wat staat er in de voorwaarden van YouTube? Ja, wat staat er in die 49 pagina's voorwaarden die... met de automatische scrollbalk doorheen fietst en accordeert. Ik heb geen idee. Ik heb geen YouTube-account. Dus anders had ik het wel doorgelezen. Ja, ik heb er 3. Had ik het trouwens ook niet doorgelezen. Dat is niet waar. Nee. Volgens mij is op Twitter bijvoorbeeld de content van jou. Maar volgens mij is het ook op al die user-generated content sites... blijft de content van degene die het geüpload heeft. En dat is puur... vanuit juridische oogpunt. Dat zij er niet voor verantwoordelijk zijn. Ja, dat YouTube er niet verantwoordelijk voor gesteld kan worden. Ja. Als het eigendom is van YouTube, is YouTube er verantwoordelijk voor. Maar omdat het niet hun eigendom is, zijn ze er niet verantwoordelijk voor. En hoeven ze het alleen maar offline te halen. Als het, dus dan kunnen ze verder niet op... niet gesuwd worden of whatever, of nog ergere dingen. Dus ze zijn er toch stiekem wel voor verantwoordelijk? Ze zijn er wel verantwoordelijk om het te verwijderen als het niet mag, zoiets. Maar het is niet hun content. Ja. Zoiets. Dus ze verdienen er geld mee. En misschien meer dan, nou, het zal een gezonde handel zijn. Dus waarschijnlijk, weet meer ik dan, eigenlijk niet. Waarschijnlijk meer dan de kosten die het... Ja, dat zal haast wel. Ja, ik weet het. Ik neem aan van wel, tenminste. Ik neem aan dat ze gewoon genoeg geld verdienen met die banners. Nee, ik weet niet. Het is van Google. Die bakken met geld. Maar stel dat ze nou stoppen. Ja. En vorige keer hadden we het ook over Twitter. Dat zij
En daar wil ik nog even op terugkomen, want ik zie die video. Ik ben geloof ik de enige die de video meer dan 2 keer in zijn geheel ziet. Zeker. We hadden het over Twitter en ik gaf aan van oké, je kan niet verder dan 3200 tweets van Twitter naar binnen halen. Dat klopt inderdaad. En jij gaf aan van ja, maar je kan wel diep linken naar je eerste tweet. En dat klopt ook. Ja. Maar als jij niet weet, het is een soort van, als je het adres van iemand niet weet, dan kan je er ook niet naartoe. Ja, precies. En dat geldt dus voor die tweets die ouder zijn dan 3200. Daar kom je niet bij. Ik dacht dat je daardoor... Daar heb je het adres niet van. Ik dacht dat door te bladeren op Twitter zelf, dus verder door, lukt ook niet. Nee, die stoppen maximaal eerder dan 3200. Echt heel erg hoor. Ja, en moet Twitter wel gaan veranderen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk dat het heel erg moeilijk, ook technisch gewoon heel erg moeilijk is. Want er zijn echt miljoenen of miljarden tweets die wekelijks natuurlijk getwitterd worden. Ja. Yeah. Maar op die manier houden ze wel eigenlijk jouw content gegijzeld. Sterker nog, ze kunnen jouw content ook verwijderen. Hè? Als er geen link naar is, is het eigenlijk ook gewoon weg. Ja, precies. Het is technisch weg als er geen link meer van is. Dan staat het niet meer. En daar wil ik later nog op terugkomen, maar... Nou ja, dat is eigenlijk... Is dat een beetje wat ik altijd zeg? Want ik vind het internet meer waarde hebben dan papier... omdat papier of voor hetzelfde native apps op een telefoon... daar kan je niet naar linken. Nee. Dus heeft het geen waarde. Ja. Wat mij betreft bestaat iets niet als je er niet naar kunt linken. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een tweet. Als je niet... bijzonder genoeg was dat andere mensen ernaar gingen linken, dan heeft hij geen waarde en dan bestaat hij dus na een tijdje niet meer. Zo kan je het natuurlijk ook zien. Ja, maar dan disqualificeer je eigenlijk ook alles. Je zegt eigenlijk nieuwe perspectieven op dergelijke content. Dus stel je voor, als je Mijn Kampf neemt, stel dat het nou een heel obscuur boek zou blijven en plotseling breekt die oorlog los en het wordt populair. Het wordt een bestseller. Stel dat dat nou een tweet was. De tweet was verdwenen. Er kan ook niet meer naar gerefereerd worden. Ja. En ondanks het vernieuwde perspectief van het veranderen van de geschiedenis, kan die ook niet meer relevant gemaakt worden. Ja. Dus je maakt een stukje geschiedenis stuk. Ja, nee, maar ik begrijp je punt heel erg. Het is een beetje 1984. Behalve dan het dat je. Kijk, het verschil met een boek is natuurlijk. Een boek herschrijf je niet even. Nee. En als je denkt van die tweet die ik toen had geschreven. En die heb ik zelf niet bewaard. Ja. Die zou nu ook weer van pas komen. Dan schrijf je die nog een keertje. Maar stel dat het briljante idee was. Nou ja, dus het is met Twitter is het je eigen verantwoordelijkheid. Als jij je tweets heel erg belangrijk vindt, dan moet je ze zelf bewaren. Ja. En er zijn meerdere mogelijkheden toe. Er zijn third-party diensten voor, wat natuurlijk een beetje contradictio in termen is om dat te gaan gebruiken. Ja. Dat ook die kunnen failliet gaan of overgenomen worden door Facebook. Ja, of je kan dus kijken van oké, misschien moet ik eigenaarschap nemen over mijn content. En dat is iets wat helaas nog niet bestaat, maar het idee bestaat al wel. Oh, en, ze noemen dat federated content of federated social networking. Dat kan ook afhankelijk van wat je wil bewaren. Hè. Als je je netwerk wil bewaren, dus je vrienden, dus discussie met je vrienden, wat ook een beetje content is. Als je dat wil bewaren, nou, dan heb je dus dan bewaar je het sociale netwerk. Of als je je content wil, eigenlijk de baas wil zijn over je content, dus als een soort van publisher. Ja. Dat je dus kan besluiten van, dit is niet meer relevant, weet je wat, ik haal het weg. Want ik heb inmiddels een veel betere idee, artikel of weet ik wat. En wat dat ziet er eraan uit. Het is heel complex hoor. Dus ik zou je er niet mee heel erg mee lastigvallen. Maar zie het als dat jij de publisher bent van al jouw content. Dus jouw tweets, jouw foto's, et cetera. Tantek Chilik die heeft zo'n tool ontwikkeld voor zichzelf. Dat is helaas nog niet openbaar. Ja. Waarin die alles op zijn eigen site publiceert. Ja. En dan geeft hij aan van dit gaat ook naar Twitter. Oh ja. Dus en dan elke tweet, daar zit ook een link terug naar zijn eigen site.
Okay. Dus hij heeft minder dan 140 karakters. Hij heeft namelijk elke keer ook een URL terug naar zijn site, naar het originele tweet. Ah. Met hetzelfde geldt voor Flickr. Hij publiceert het op zijn eigen site en distribueert het ook naar Flickr. Precies, ja. Jij moet even die camera eraf halen daarachter. Oh, oké. Okay. Ik wil het eigenlijk geheim houden. Welke camera heb je het over? Goedemorgen. Hallo. We willen graag een Polish wash. Polish pakket, 13,5 alsjeblieft. Die wil ik even pinnen. Gaan we doen. Zo. Kijk er maar in, 7 onder zijn alsjeblieft. Ja, helemaal mooi. Kijk eens, ja, alsjeblieft. Jo. Oké. Test, test, test. Ja. Misschien moet je raam dicht doen. Ja. Ik weet het niet anders. Zo, de wasstraat. Ja, hè. Een stukje rust in onze tocht. Oh ja, en in de lens kijken, hè? Oh ja, nog steeds in de lens kijken. Hoe gaat het details? Ik vraag me nog steeds af hoeveel mensen er daadwerkelijk dit punt hebben bereikt. Ja, of dus misschien zijn er mensen die alleen maar hier naartoe doorspoelen. Oh, dat kan ik ook inderdaad. Oh, jij spoelt hier naartoe. Ja, dan zet ik namelijk het filmpje aan en dan hoort Kiki dat. En dan denkt ze van, oh, dan komt ze ook kijken, komt ze aangerend van de andere kant van de kamer. Oh, ik had hem op de handrem staan. Oh, oké. Oeps. Vandaar dat gepiep. Of ben ik dat? Nee, toch? Nee. En dan komt ze aanrennen en dan zegt ze, oh, door de wasstraat. En dan wil ze dat stukje kijken. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ziet ze twee mannen, ziet ze in de auto van papa zitten, ja. En dan ja, precies. Ja, ja. Maar ik dacht zo van, nou, misschien moeten we een Easter egg helemaal aan het einde doen. Een soort van geheime opdracht. We weten welke mensen daadwerkelijk het einde hebben bereikt in de video. Nou ja, je moet het ergens op 3/4 doen. Oh ja. Dat heeft, je hebt wel eens van die rocksterren. Die hebben dan van die onmogelijke eisen. Ja, ja. Zoals 1,5 kilo M&M's zonder de blauwe. Ja. En, maar die dingen die staan dus, dat komt dan bij Van Halen vandaan, van een hard rock band, en die hadden een hele gevaarlijke show met allemaal security eisen. En in de security rider stond deze eis. Ja. En als er dus geen M&M's waren zonder blauwe, dan betekent. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is heel slim. Ja, inderdaad. Nou ja, zoiets kunnen we dus in het volgende, over een kwartiertje. Ja. Dus als je nu nog kijkt, over een kwartiertje. Oh ja, ik had één feedback gekregen. Oh, oké. Okay. Namelijk, we hadden gelinkt naar iemand die in een Porsche met 216 km per uur door een tunnel rijdt. Ja, ja, ja. Anoniem persoon. Die persoon die kon het linkje niet vinden. Oh. Dus onze site is gewoon niet goed. Oh, jongens. Dus de linkjes, metadata is onvindbaar. Dat klopt ook wel. Dus we hebben het te clean gemaakt. Ja, dat klopt. Ik heb het ook gewoon verborgen. Dus dat moet veel beter. Zullen we dat dan ook beschouwen dan als deel van, van de content? Hé. Hey. Wat is er aan de hand? Hé. Hey. Sproeiers doen het niet zo goed. Nou ja. Zullen we terug gaan in ons geld terug? Wat sproeien ze aan de bovenkant? Of? Ja, dan leek minder sproeiers het te doen. Ja.
Ja, de ster die zit er helemaal plat. Oh ja. Dus elke keer dan ben ik bang dat hij er niet meer op zit. Maar... ja. Dat is eigenlijk het stevigste deel van de auto. Ja. Maar dus over ongeveer een kwartier dan komt de blauwe M&M. Ja. Even goed verzinnen wat het dan gaat zijn. Ah, ja, misschien een klein opdrachtje. Maar dus wat gaan we doen aan die links? Want ik denk inderdaad, de links, dat is echt deel van de content. De tags weet ik niet. Die geven meer de samenhang tussen alle verschillende artikelen. Ja, nou, de links moeten gewoon... Die moeten we erbij zetten. Die geven een eigen plekje. Ja, kijk, ze staan er nu, maar ze staan... Ja, je moet ze openklikken, geloof ik, hè? Ja, ze staan ingeklapt, verborgen. En dan, ja. Die dingen moeten gewoon allemaal openstaan. Oké. Zal ik hem even hier binnen neerzetten, zodat je niet in de regen... Ah, nou, ik smelt niet, maar heel fijn. De boel hoeft... Ja, gooi hem hier maar even overdwars. Zo. Waarom doe ik mijn bretels aan in dat kleine rietje? Alsof je het kan botsen. Nou, de tweede helft van de audio checken. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Kijk. Ja, zijn we er nog? Ja. Zo. Oh, ben ik de ster vergeten? Geeft niet. Sorry. Zetten we die... Ja, want ze konden dus het filmpje van de achterkant konden ze ook niet vinden. Of van de... Nee, die zat ook slecht. Hele rit. Of goed verstopt. Ja, ja, ik kan dat zien aan de counts van de video. Die is echt verwaarloosbaar. Ja. Had je trouwens gehoord over die mega-upload, over het mega-upload liedje? Fantastisch. Dat vond ik zo gaaf. Ja. Maar er zijn wat haken en ogen. Misschien is het goed om het even te vertellen. Mega Upload, die heeft, dat is een hele grote download of een website waar je grote bestanden kan aanbieden aan de rest van de wereld. Het is een beetje WeTransfer, maar dan anders. En wat ze hebben gedaan is, zij worden regelmatig, krijgen zij takedown notices, van die verzoeken om content van hun download server af te halen, want een heleboel keer... zullen mensen zeggen van, oh, ik heb een leuke cd geript van Van Halen en ik zet het zipbestand op mega upload, mega download? Mega, ja, mega. Mega dinges. En zodat vrienden en vriendinnen het kunnen downloaden, want dat is fijn. Dat is een heel goed content sharing plan. Maar er zijn natuurlijk, de platenmaatschappijen zijn het helemaal niet mee eens. Dus die zijn daar, die zeggen regelmatig, haal het eraf. Als een soort van ludieke tegenactie hebben zij gevraagd een aantal zangers en zangeressen om te zeggen van, ik upload regelmatig iets op mega upload. En dat op een aantal manieren en ook zingen. Dus we hebben, even kijken, Keisha geloof ik en P. Diddy en een aantal andere hip-hop artiesten. En die hebben ze... in een mashup gedaan, mooi liedje erbij gemaakt, leuke visuals erbij en dat hebben ze neergezet. En nu zijn wat zijn nu Universal Music Group, UMG. Jongens, dat zijn onze artiesten, haal maar van de website. Ja. Het werd ook gedeeld via YouTube, allemaal moest het er allemaal af. Maar zij zijn dus, of althans dat claimen dus, ze zijn gewoon eigenaar ervan. En Will.i.am en P. Diddy, die hebben gewoon allemaal toestemming gegeven om dat erop te zetten. Ja, dat is
Hele goede actie van ze. Hele goede actie. Ja. Nu komt er nog een twist. Want een aantal mensen die vonden dat dus een hele leuke ludieke actie. Die hebben daar aandacht aan besteed. En die laten dus een deel van het filmpje zien waarin dat muziekje zit, et cetera. En ook die mensen die krijgen een takedown notice. En daar zit hem de kneep. Want wat heb je in Amerika, en in Nederland trouwens ook, je hebt quote rechten. Dus als ik bijvoorbeeld heb over een beroemde, weet ik wat, dat is nu ook een nieuwsfeit geworden. Het is een nieuwsfeit. Ja, dus je moet er naar kunnen linken. En je mag, ja, dat niet alleen, maar je mag het ook kunnen laten zien. Ja. Zo, wat moet je kijken wat ik laatst op televisie zag. Dit is mijn mening erover, of ik ga het nu duiden, of ik ga het in de context zetten van de geschiedenis, weet ik veel wat. Dat mag. Ja. Ook volgens de wet. Een soort van freedom of speech, maar dan een soort van universeel. En die kregen dus ook takedown notice van, ja, ze mochten het simpelweg niet publiceren. Ja, dus eigenlijk zeggen ze, dit mag niet bestaan. Dat is toch best erg, hè? Ja, dat is echt heel erg sneu. Ja. En, ja, goed, die muziekindustrie begrijpt het gewoon nog steeds niet. Nee, maar ik denk dat ze het... Het is ook geen muziekindustrie, het is een rechtenindustrie. Exact, ja. Er zijn gewoon eigenaars van muziek die ze niet zelf hebben gemaakt. Ja. Of hebben veroorzaakt. Ik bedoel, als je dat nou wel doet, nou prima. Maar ik denk dat het minder gaat om of ze het wel of niet begrijpen. Want ik denk dat ze het donders goed begrijpen. Ja, natuurlijk. Maar dat ze het echt niet willen begrijpen. En zeg maar hele grote gereedschappen inzetten om, ja, om dit aan te pakken. Ja. Veel te groot. Enfin, daar hebben we het vorige keer al over gehad. Wel kijken hoor. Zijn na de Ik heb het filmpje heb ik nog niet gezien trouwens. Niet? Nee. Nou ja, het is gewoon een liedje. En ja, je volgens ziet mij ga ik het ook helemaal niks aan vinden. Nee, ik vind het fenomeen heel interessant. Ja. Oh, het is leuk, het is ludiek. En het is hetzelfde als wat ze in Nederland doen. Hè, dat Jantje Smit en hoe heet het? Ik leef niet meer voor jou, heet die gast. Marco Prostato. Het is eigenlijk gewoon een commercial natuurlijk. Ja, ja. Nee, inderdaad. Het is een commercial. Ja. Alleen in Nederland doen ze het andersom. Hè. Dan doet Marco Borsato, die zegt van, oh, ik kan daar niet meer leven. Als ja, ja, had ik jou nou nog een linkje gestuurd over dat, ja, dat had ik je gestuurd en je vond het een onleesbaar stuk. Over dat editors, dus content mensen die content maken, dat die HTML moeten leren. Oh ja. Ja. Dat stond er onder andere in. Ja, inderdaad, ja. En daar had je nog een twist aan. Want ik vond het. Ja, ik vind niet dat editors HTML moeten leren, nee? Sowieso. Nee, kijk, nou ja, je moet de gereedschappen leren die je. Maar je moet toch wel grammatica kennen als je een teksteditor bent? Ja, zeker. Dus je moet toch weten dat er zoiets bestaat als een inline quote, bijvoorbeeld? Ja, nee, ja, zeker. Ja. Ja. Nou, waarom zou je dat maar, niet maar HTML moet leren? Ja, jongens. Kijk, het is meer in de context van, je moet weten hoe je iets in elkaar moet kunnen zetten. En als jij zegt van, dit is een quote, dan moet je dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja. En ik weet dat in de oude wereld, of een paar jaar geleden, dat er nog geen gereedschappen zijn die dat soort dingen voor jou automatiseren. Dat je dat dan inderdaad moet weten. Hè. God weet dat de meeste van de contentmakers vroeger ook websites in de hand, met de hand in elkaar knutselden vroeger. Maar zijn er dan nu wel tools waarmee dat kan? Nou, geen idee. Maar ja, Markdown, dat is een... Dat lijkt me wel, dat zou er moeten bestaan. Eenvoudige brabbeltaaltje. Met Markdown kan je dat soort dingen. Ja, dat is een soort van abstracte taal, toch? Versimpelde, ja. Dat is een stuk simpeler dan HTML. Alleen, die tools worden niet zomaar aangeboden. We komen weer bij CMS. Volgens mij, als we hier rijden... Ja, dit is CMS area. Ja. Ja. We hebben een filmindustrie, snapt het niet, area. Ja. Dat is ergens bij Eiburg.
Ik denk toch, als je toch wat tijd hebt om een goed content team op te leiden, dan zou ik ZaTeam wel leren. Dat denk ik toch wel. Ja. En als je iets minder tijd hebt, dan zou ik ze Markdown leren. Mm-hmm. Hangt natuurlijk ook een beetje van de content af, hè, hoe goed die content moet zijn. Ja. Maar we hebben het nu over kwaliteitscontent. Ik zou dan toch... Ja, iets wat met aandacht is gemaakt en ja, met consistentie. Precies. Ja, ik denk toch wel HTML, toch wel. Ik denk dat dat inderdaad... Niet alles, maar gewoon met de content HTML. Je moet gewoon... Ja, ja. Gewoon de semantische dingen. Zoals, dit is erg belangrijk, dus dat moet een EM krijgen. Ja, of dit is nog erg belangrijker, dit moet een strong zijn. Exact. Ja. En dit is een quote van iemand, dus er moet een quote om, et cetera. Ja, precies. Ik ben dan nog een extremere nerd waarschijnlijk, want ik zou ze docboek leren. Want dat is echt een documententaal. En daarin staat helemaal niks over opmaak of wat ook. Dan kan niemand ook maar verkeerd begrijpen van... Goh, zou dit italic worden? Nee, dit is gewoon van... Je hebt een paragraaf, je hebt een titel. Ja, maar dat is, daarin nest je ook paragrafen met titels, et cetera. Dat is HTML ook. Daar zit geen stijl. Ja, maar op. Die is veel vrijer daarin. Je kan in principe... Dat kan je vanaf hoe je het gebruikt. Je kan een EM, kan je in een quote, in een bold en wat dan ook nesten. Dus als je niet weet wat de spelregels zijn. En dat is het leuke van docboek. Dat wordt gecontroleerd. Dus je kan simpelweg geen, weet ik wat, paragraaf openen midden in een titel van een andere paragraaf. Dat wordt verboden. Oké, okay, nou ja, goed, het kan wel in HTML, maar dat gaat er dan wel raar uit. Dat zie je inderdaad, ja. Ja. Maar goed, hè, dus... Maar ik vind wel dat het zou gewoon... Ja, er moeten daar gereedschappen voor komen. Ja. Maar wat misschien nog veel belangrijker is... Zeker in het geval van redactie... redacties. En dat zag ik laatst. Een goed contentplan of een goede contentstrategie... Ja. Die brengt je in principe veel verder. Want dan ga je namelijk nadenken over... wat wordt mijn missie? Wat voor boodschap wil ik doen? Wat is mijn tone of voice? Ja. En ga ik jij, jou gebruiken of weet ik wat? In de derde persoon, maakt niet echt veel uit. Maar ook, wat is mijn missie? Wat wil ik bereiken met alles wat ik schrijf? Dus alles. En je kan dat natuurlijk ook weer toepassen op individuele pagina's. Ja. Wat wil ik met dit paginaatje? En bijvoorbeeld ook, wat voor formats ga ik gebruiken? Hè? Dus, en niet alleen visuele formats, maar ook... Kwinkslagen ga ik bijvoorbeeld één keer in de week de vraag stellen aan Vasilis. Vasilis, vind je dat alles op het internet moet blijven bestaan tot in de eeuwigheid? Ja. Nou, nee. Denk ik niet. weet ik eigenlijk niet. Ja, ik overval je wel een beetje. Ja, nou ja, op zich wel. Nee, ik vind niet dat het moet. Eigenaren moeten zelf beslissen of dingen verwijderd worden. Mm-hmm. Hoewel ik wel zoiets heb van, je hebt ook maar zoveel invloed daarop. Yeah. Dus als ik zeg van, ik haal alles wat ik ooit gemaakt heb van mijn eigen... Of ik zet mijn server uit. Yeah. Dan betekent dat niet dat al mijn content weg is. Want er zijn elders misschien nog wel caches of kopieën. Yeah. Ja, daar heb je gewoon geen invloed op. Dus wat dat betreft, dat zou wel kunnen? Ja, lijkt me wel. Ja. Okay. Denk je dat het internet af en toe opgeruimd zou moeten worden? Dat is op die 1 april grap van Access for All. Oh, die ken ik niet. In de jaren 90. Oh, echt waar? Zeiden van, ja, van zaterdag op zondag staat het internet even uit, want dan ruimen we het op. Dan ruimen we het dode links op en dat soort dingen. Oh, goed, en dat was natuurlijk in de begintijd, en toen wisten mensen gewoon helemaal niet wat dat internet deed. Dus heel veel mensen geloofden dat. Ja, die dachten dat het internet ook op het cd'tje stond, ja. Waar je dan kreeg van Access for All. Maar daar denk ik af en toe wel over na, van ja, inderdaad, hè, hoe heet het, soms verdwijnen dingen gewoon... gewoon puur omdat het geen geld meer is om het te ondersteunen, of dat het... een dagblad wordt overgekocht door een grote bedrijf, krijgt een andere naam en wordt gewoon alles wordt weggegooid, bijvoorbeeld. Ja. Of het is simpelweg te duur om op het internet te laten staan. Dus dan moeten keuzes gemaakt worden. Ja. Maar het grappige is, er is ook een heleboel spul wat op het internet staat, maar eigenlijk gewoon daar maar een beetje aan het hangen is. Zeg maar,
Ja, de hangjongeren van de content. Zo ongeveer 90% van wat er op mijn server staat, dat staat op het internet. Ja. Maar dat, daar komt nooit iemand. Jij hebt hangjongeren. Ja, nou, dat is helemaal niet erg. Ik kijk heel af. Er komt misschien 2 keer per maand of zo komt er dan iemand op zo'n per ongeluk op zo'n site. Of expres, want het zijn natuurlijk wel mensen die het nog van vroeger kennen. En ik denk van, het kost me helemaal niks om het erop te laten staan. Het kost me meer moeite om het eraf te halen. Ja, precies, ja. Dus laat ik het lekker staan. Ja. Ja, ik denk... Maar er is een mooie... als je aandacht geeft... We hadden het net over dat stukje over dat je... dat, stel, ik haal al mijn sites offline. Uh-huh. En als ik dan zou willen dat andere sites mijn content ook offline halen, dus de kopieën van mijn content, en daar moeilijk over gaan lopen doen, dan krijgt het aandacht. Yeah. En dan komen er alleen maar meer kopieën van. En dat is een heel mooi voorbeeld van vanuit de papierwereld. Er was een boek, Brusselmans had ooit een boek geschreven over waarin allemaal bekende Vlamingen voorkomen. Yeah. En dan had hij een Vlaamse, had hij nogal negatief afgeschilderd als iemand die alleen maar aan het zuipen is en waar alleen maar totale onzin uitkomt. Een totaal, ja, iemand een heel instabiel figuur. Ingeboord. Ja, echt, echt heel negatief. En die vrouw heeft toen geprobeerd om die diep passages te verbieden. Dus eigenlijk om het boek te verbieden. En dat is haar gelukt. Serieus? Ja, in België. Dus het boek mocht in België niet meer verkocht worden. En periode nu is het geloof ik wel weer te koop. Ja. Het is trouwens een hilarisch boek. En het mooie is, het krijgt natuurlijk heel veel meer aandacht. Dus iedereen heeft dat boek gekocht. Ja. Maar het allermooiste vind ik dat in België alle bewijsstukken, alle rechtszaken, die zijn openbaar. Dus dat betekent dat alles gepubliceerd wordt op het internet. Dus ook het betreffende stukje. De enige stukjes tekst uit dat hele boek die verboden moesten worden, die via Google te vinden zijn, dat zijn die stukjes die zij juist niet wilden hebben. Dus het, dat is gaaf. Ja, dus je moet heel... je moet je realiseren dat dat... Wat voor impact het heeft als je dingen wil verbieden. Maar als je sowieso, als je heibel gaat maken over iets, dan weet je dat daar reactie op komt. Ja. En ja. Oh, dat is echt lachen, joh. Ja, dat vond ik erg mooi. Dus dat heeft ze goed voor elkaar gekregen. Hetzelfde was met Nijntje. Er was toen een site die had elke vrijdag liet die mensen fotofucken. Uh-huh. En die hadden toen gezegd, nou, ga Nijntje tekeningen fotofucken. En toen had die... Nee, de tekenaar van Nijntje vond dat niet zo'n leuk idee. En Dick Bruna is dat toch? Ja, en die had toen met allemaal gedreigd van het moet allemaal offline. Uh-huh. En er was natuurlijk, overal waren de mirrors verschenen. Van goed dus zo. Heeft veel meer aandacht gekregen dan het normaal zou krijgen. Ja. Ja, inclusief hij zelf natuurlijk. Hij zelf heeft er ook aandacht door gekregen. Maar ik heb wel begrepen dat Dick Bruna een van de weinige Nederlandse publicist is die, of nou publicist, hij maakt werk. Ja. Of maakte werk. Ik weet niet, bestaat hij nog? Zeker, ja. Die dat heel erg goed voor elkaar heeft. Dus die de echt een enorme rechthebber is van alles wat ook maar in de buurt komt van Nijntje. Ja, 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 daar is hij absoluut heel erg goed in. Hij heeft het dus zelfs voor elkaar gekregen dat die site, Retecool was dat, de boel echt offline heeft gehaald. En Retecool doet dat niet zomaar. Nee, daar moet echt een dot geld achter zitten. Dus daar zat een goede juristen zaten daarachter. Jongens. Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Aan de ene kant denk ik van, goed voor Dick Bruna. Aan de andere kant, ja, inderdaad. Als je heibel gaat maken over dat soort dingen, dat is gewoon niet handig. Ja. Dan moet je een beetje realiseren in wat voor wespennest je dan mogelijk aan het duiken bent. Ja. Ja. Oh shit, we zijn de blauwe M&M vergeten. Ja. Volgende keer. Die moeten we gewoon verzinnen. Ja, die M&M. Precies. Zo. Parkeerplekjes. We zijn er alweer, hè? Ja. Straks naar het kerstfeest. Ik heb er zo'n zin in. Een heleboel collega's, 200
Met hoeveel zitten we nou? 270? Ja, maar niet alleen collega's, ook partners. Ook nog partners? Wordt een, God. Dat wordt een gezellige boel. Ja. En treintjes. Treintjes kijken. Dat wilde een kind nog meer. Oké. Dat past niet. Deze auto iets te groot voor. Daar staat een fiets. Hier en krijg ik hem wel. Oké. Okay. Zijn we nog op tijd? Ja. Oké, iedereen. Zo. Tot de volgende keer. Doei. Hoi.